Femke Heemskerk, je zwemt 100 meter vrije slag in 52,79 honderdste. Een 200 meter vrije slag in 1,54 en nog wat. Dat zijn tijden waar je nooit van durfde te dromen, denk ik. Ja, dromen wel, Jos. En ergens wist ik ook wel, tenminste, ja, dat is ook wat je elke dag motiveert en waarom je elke dag in het water ligt, is toch wel ja, een droom. Maar ook wel ergens nog wel het gevoel dat dat misschien wel zou kunnen en dat het nu lukt, dat is wel heel fijn. Ja. Je hebt ook een hele lange carrière meegemaakt, begonnen bij Europese jeugdkampioenschappen. Hindernissen zijn misschien wel bepalend voor het uiteindelijke succes. Is dat bij jou ook zo? Nou ja, ik denk dat elke hindernis je ook wel weer sterker maakt en in een of andere manier wel weer in een bepaalde richting duwt. Ja, als het niet goed gaat, ben je gedwongen om iets anders te kiezen. Tenminste, als je passie groot genoeg is om door te gaan. En ja, daarom, ik heb nooit spijt gehad van alle keuzes die ik gemaakt heb. En dat is nu natuurlijk makkelijk praten, maar ja, ik ben enorm blij met samenwerken met Marcel. Dat gaat heel erg goed en ja, het is echt heel fijn om met hem te werken.